We hebben een zuster in ons midden. En zij zegt, ik heb een getuigenis. En we willen graag naar haar luisteren, zuster Helene. Want als u zegt, ik heb een getuigenis, dan is er echt wel wat aan de hand. Kunnen we er een microfoon geven? Amen. Ja. U neemt een tas mee, dus ik begrijp dat het... Dat zijn al die medicijnen die ze jaren geslikt hebben. Dat zijn al de medicijnen die ze jaren geslikt heeft? Ja. Een tas vol? Het is alleen al een wonder. Wacht. Wat zegt u? Dat de organen nooit aangetast zijn geworden. Als je ziet wat zij geslikt heeft al die jaren. Kunnen we de camera erop zetten? Methadon. Opiaten. Methadon. Allerlei opiaten, zware. Ik heb nog... pleisters op mijn arm, ik had 75 fentanyl. Ja, dat... een beetje afkikken nu. Ik ben aan het afkikken, dus je bent aan het afkikken ben nu. Veel te snel. Ik ben gelijk gestopt met alles. Ik, het niet. Ik ga morgen naar de dokter, afbouwprogramma. Maar wat? Heb... Zijn dit allemaal medicijnen die je gebruikt hebt? Ja. Kijk eens, dit is alleen nog maar de Dexterol. Let op, hè, mensen. Kijk. Dat is voor 2 weken, hè. En dat hoeft niet meer, nooit meer. Wauw. Want ik ben genezen. Prijs Jezus. Amen. Hij is echt bijzonder. Voor degenen die het niet weten, zijn allemaal pillen dus, hè? Het zijn allemaal pillen. Kijk eens, en hij is nog niet leeg, hè? Kijk eens. Nee. En er zijn al 3 dagen van om. En dan is dit nog losse medicatie. Wat? Losse medicatie. Weet je hoeveel medicijnen hier zijn in die tas? Zuster, gebruikt je dit allemaal? Ja. Of neem ik het niet mee? Staat mijn naam op, kijk maar. Jongen. En dan heb ik een potje bij me met methadon. Die zit hier ook in, maar die heb ik extra. Kijk maar, hier staat op, als het zo nodig is, kan ik 60 stuk methadon extra halen, als het nodig is. Ik heb er wel eens 4, 5 op een dag gehad en ik kon gewoon autorijden. En toch nog altijd pijn houden. Ondanks die zware medicijnen, toch nog altijd pijn houden. Ondanks de zware medicijnen pijn. Ik stond hiervoor vorige week. Ik denk, nou is het voor mij. Ik weet dat u bent... stilstaan. Hoe vaak ben ik al niet naar voren geweest? Heel vorige week heeft u hier gestaan, dat weet ik nog. En ik ging weer... Ik droop weer af, want iedereen die hier stond... Ja. Die kreeg een zalving en nu zei je, ik voel het. Ja. En iedereen was zonder pijn en ik weer niet. En dan ga je naar boven als een hond. Ah. Daarboven, hè. En dan denk ik, weer niet. En toen dacht ik thuis, dit kan niet. Waarom is het altijd voor een ander en niet voor mij? Ja. Ik weet dat kan. Ik ben uit coma gekomen. De Heer heeft echt een plan voor mij. Wat is er nou gebeurd dat je het niet meer nodig hebt? En waarom weet je dat je genezen ik ben bent? Ik ben naar boven gelopen en thuis kwam ik. En toen ben ik gaan bidden, Heer, waarom is het nou nooit voor mij? Ben ik nou zo slecht? Wat is er met mij? En toen kreeg ik natuurlijk door. Die duivel komt bij jou nog binnen. En toen heb ik hem toch een... Nou, ik zal niet zeggen wat ik allemaal gezegd heb tegen hem. Toen heb ik hem toch een trap gegeven. En ik heb vanmiddag gezegd, ik heb een pincode op mijn lichaam. Hij komt er nooit meer in. Ja. En ik ben voor altijd genezen. Ja, en de pijn is weg, want je had en veel pijn. En de pijn is weg. Ja. Ik sta al een uur. Kijk eens. En dat kon je niet, hè, zus? Nee. Want je hebt heel veel pijn gehad, dat weet ik. Hoeveel weten dat ze heel veel pijn heeft gehad? En dat ik al 12, 13 jaar ziek ben. Ik ben volledig arbeidsongeschikt. Sorry, ja. Dit krijg je niet zomaar. Nee. En een arbeidsongeschiktheidsuitkering ook niet. Nee. Die heb ik al jaren. En had je nou dagelijks pijn, zuster Helene? Altijd. Nou, jullie hebben me zien staan hier. Altijd pijn. Altijd pijn. En wanneer is het weggegaan? Donderdagochtend, toen ik wakker werd. Dus je bent woensdagavond hier geweest? Ja. Er is met je gebeden? Ja, en er gebeurde niks. En er gebeurde ogenschijnlijk niks. Een klein beetje. Ja, ze gingen naar de stoelen. Toen zei ze al een beetje van, volgens mij wordt de pijn minder. Aha. Dus we gingen naar huis natuurlijk. Nou, in de andere morgen zegt ze, het is Maar wacht even, want zij is degene die het heeft meegemaakt. Maar dit is de man die met haar leeft. Ja. Oké, heb jij altijd een vrouw gezien die pijn had en ziek was? Ja, vreselijk. Ja? Ja. En je bent overtuigd dat ze nou genezen is? Ja, weet zeker. Ja. Ze is heel anders. Ik ken de hele dag wordt er over gepraat. Wow. Ze is er helemaal vol van. Nou valt het nog mee dat ze emotioneel is, hoor. Heel veel dank. Bij iedereen die ik het zeg, God heel veel. Dank, hoor. Kunnen we de heren danken hiervoor, mensen. Dit is heel bijzonder, hoor. Wij kennen deze mensen al jaren. En ze heeft inderdaad heel veel geleden. Heel veel pijn gehad. Haar regioleiders weten dit. Anko Joppe en Annemieke Joppe weten dit. En dit is mooi, want vorige week woensdag hebben we hier gebeden met haar. En let op wat ze zegt.
Ik liep weg en eigenlijk had ik het grootste gedeelte van de pijn nog. Volgende ochtend helemaal weg. Dat laat zien dat je in geloof moet blijven staan en moet blijven vertrouwen. Maar hoeveel begrijpen dat die vrouw ook genoeg ontmoedigd zal geweest zijn? Laat ons het verhaal goed bekijken vanavond. Dat is een geloofsheld voor mij, hoor. Dat is een geloofsheld, hoor. Want ze zit al jaren met die pijn. Dat zij zo blij hier... Dit, Helene Bevaart, is niet iemand die een spelletje speelt. Als ze pijn heeft, hoor je het echt van haar. Ze zegt dat je gewoon plat. Ik heb pijn, ik moet met me bidden en al dat soort zaken. Dat ze zo blij hier staat vanavond, is ze echt vrijgekomen. En dat laat zien dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Holder geneest niet. We hebben de mensen ook verteld in Barneveld. Wij genezen niet. De Bijbel zegt, de Heere werkte mede met wonderen en tekenen. En het is belangrijk om dit vast te houden. God wil meewerken. Laat ons het opzoeken in Markus hoofdstuk 16. Ik had een andere boodschap, maar vanavond, terwijl Helene dat vertelt, voel ik om toch hier naartoe te gaan. Markus 16, en dan het kan vers 18 zijn. Ik hoop dat de beamer mij kan helpen. En anders zoek ik het zelf ook even op hier in mijn apparaat. Markus hoofdstuk 16, daar gaan we naartoe. Is het vers 15? Of vers 18? Oké. Markus, waar heb ik Markus? Hier heb ik Markus. En dan heb ik Markus 16 heb ik hier. En dan gaan we naar vers 15. Juist. Wat lezen we daar? Wie gelooft? Markus 16 vers 18, sorry. In Markus 16 vers 18 staat... Nee, 19. De Heere Jezus dan werd nadat hij dit tot hen gesproken had... opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Wat wordt hier gezegd? Hier wordt gezegd dat hij de hoogste autoriteit heeft. Want hij heeft de dood overwonnen, hij heeft het graf overwonnen... hij heeft de duivel overwonnen, hij heeft alle ziektes overwonnen. Dat laat zien dat God jou gezond wil hebben... Voor wie heeft hij nou overwonnen? Niet voor zichzelf. Oh. Mensen, we moeten terug naar gewoon de naakte waarheid. Voor wie is Jezus naar het kruis gegaan? Niet voor zichzelf. Want hij was onschuldig. Er was een onschuldig mens nodig om de schuld van de schuldige mens op zich te nemen. Dat was Gods eis. Gods eis om mensen vrij te krijgen nadat Adam en Eva gezondigd hadden, was dat een onschuldig mens, dat is Gods orde, dat is Gods eis, dat een onschuldig mens de schuld op zich zou nemen voor die schuldige mens. En want hoe moet een schuldige mens de schuld op zich nemen voor die schuldige mens? Dat gaat niet. Die schuldige mens is schuldig, dus die was geen partij. Die was geen partij. Hoe God ook zocht, er was geen mens die kon zeggen... ik ben onschuldig en ik wil de straf van de ander op me nemen. Want dat mag. Als jij een schuld moet betalen... En ik betaal hem voor jou... omdat ik goed in de slappen was zit, ben je vrij. En bij God was er een mens nodig... die die schuld van die schuldige mens op zich zou nemen. Maar die was er niet. Adam had gezondigd en alles wat naar Adam is gekomen was en gekomen is, was zondig. Daarom zeggen wij vandaag de dag ook, niemand is volmaakt. Je kunt alle Chinezen bij elkaar nemen, alle Europeanen bij elkaar nemen, alle Afrikanen bij elkaar, alle, noem het maar, alle mensen op aarde en zoeken naar een onschuldige no no hay, zegt de Spanjaard. Is er niet. Is er niet. Zoek in je straat naar een volmaakt mens. Je vindt het niet. Zoek op je werk naar een volmaakt mens. Je vindt het niet. Zoek in alle kerken naar volmaakte mensen. Je vindt ze niet. Kijk goed naar jezelf en zie hoeveel zwakheden en tekortkomingen je hebt. En we zijn allemaal... We hebben last daarvan. Daarom is het ook zo moeilijk om anderen te veroordelen. Want ja... Je hebt zelf ook hulp nodig. Dus er was een onschuldig mens nodig. En aangezien die nergens te vinden was op aarde...
heeft God zijn eigen zoon gestuurd. Jezus is gekomen als een onschuldig mens. En hij heeft niet gezondigd, kan je bijna niet voorstellen, maar hij is ook geboren door goddelijk zaad. Zie je, wij zijn allemaal zaad van de man. Maar Jezus heeft geen natuurlijke vader gehad, hij heeft een hemelse vader gehad. De Heilige Geest heeft Maria bevrucht. Dus hij was mens, omdat hij uit Maria geboren is, maar eigenlijk is het ook door goddelijk zaad. Daarom had hij dus mens zijn en God zijn. Nu, en hij is gestorven voor jou en voor mij, opdat wij rust en vrede in het leven van God zouden hebben. Als God wilde dat we ziek en krankenmikkerig waren, had hij Jezus niet gestuurd. Amen. Dat is een openbaring. Als God wilde dat we ziek en krankenmikkerig en zwak zijn en depressief en noem maar op, dan had hij Adam niet volmaakt geschapen en had hij Jezus daarna niet gestuurd. God heeft nooit een zieke mens gemaakt. God heeft een volmaakt mens gemaakt. Adam en Eva waren volmaakt. Ze hebben gekozen om de weg te gaan van ongehoorzaamheid en waardoor ze hun plek verloren zijn. En nadat dat gebeurd was, had God kunnen zeggen, ja sorry, je hebt dit verknald. Maar hij stuurt zijn zoon Jezus om dat ding nog goed te maken voor ons. Hoeveel is zin dat hij dus wil helpen? Dan wil hij echt helpen. Dat is de liefde van God. Daarom praat de Bijbel ook over de rijkdom van genade. Zo'n grote barmhartigheid. Nou, als God ons ziek wilde hebben en wil hebben, snap ik niet dat Jezus zijn rug en zijn lijf kapot heeft laten slaan voor onze ziekten. En die Romeinse zweep was wreed hoor. Die Romeinse zweep was wreed, want men zegt er waren stukjes ijzer. Het was een stok eigenlijk met uitlopers, van leren uitlopers. En aan het einde zaten scherpe voorwerpen, ijzer, noem maar op. En ze sloegen, en met haken erin, ze sloegen en trokken je vlees open. Je kan het lezen, je kan dit vinden in geschiedenisboeken. Ga erop googelen. Ga erop googelen wat geeselen inhield in de dagen van de Romeinen. Heel wat mensen stierven al tijdens het geeselen. Ze hadden niet eens de kans om aan het kruis te sterven. Ze stierven al bij de zweepslagen. En Jezus is helemaal uit elkaar gereed, om het zo te zeggen, door die zweep. Nou, als hij dat gedaan heeft voor mijn ziekte, vind ik hem de domste heer die er is om mij ziek te laten. Ja, maar hij is slimmer dan jou en ik. Hij is gestorven omdat hij van ons houdt. Hij heeft zijn rug laten openscheuren en rijten voor jou en voor mij. Dus hij wil je gezond hebben. Hij wil je gezond hebben. Ik vind het apart hoe mensen soms kunnen denken. Een dokter wil je al gezond hebben. Als je bij een arts komt, weinig zal hij zeggen, ga jij maar naar huis, ik heb geen zin erin. Hij gaat je helpen. Ja. En als het heel moeilijk is en hij weet niet wat te doen, gaan ze met elkaar overleggen. Hoe kunnen we deze persoon helpen? Alle ouders willen hun kinderen gezond hebben. Je geeft ze fix, je geeft ze China oil. Je pakt, weet ik veel, alles doe je wat je kan doen. Een natte doek, noem maar op. Je wil helpen. Waarom denken wij dat God wil dat we ziek zijn? En de Bijbel laat zien dat wat nodig is voor je gezondheid is geloof. Nou, ik ben zo blij voor Helene, want ze heeft veel geleden. En dan God is er van af. Daarom staat ze te dansen. Ze staat niet zomaar te dansen. Die vrouw heeft te veel pijn gehad om te dansen. En wij moeten begrijpen dat God nog steeds die dingen wil doen. En als hij het voor je gedaan heeft, moet je het vertellen, want daarmee bezegel je je gezondheid. Je moet praten over wat God voor je doet. Praten is eigenlijk dingen in bezit nemen. Hé, ik was ziek, ik ben genezen. Ik had kanker, ik ben vrij. God kan van alles genezen. Blindheid, doofheid, noem maar op. En wij moeten erin gaan staan met elkaar dat dit de dag is voor onbegrijpelijke wonderen. Ja, ik weet niet altijd waarom het tot nu toe niet gebeurd is. En dat is wereldwijd. Maar ik weet wel dit. En ik zeg het luid en duidelijk. De Heilige Geest heeft mij gezegd. Jullie leven nu in tsunami doorbraak met gigantische grote wonderen en tekenen. Ja. Hij heeft het me tot vermoeiend toe. En daarom zeg ik het zo. Niet één keer, niet twee keer. Honderden keren de afgelopen maanden. Blijft hij praten.
Ik wil wonderen doen, ik wil. Maar hij heeft ook jou ervoor nodig. Het is niet zo van God dat God het alleen door mij heen wil doen. Dat is de oude school. De nieuwe school is, jij moet erin springen. Jij moet erin duiken. Weet je wat ze ook zegt? Ik heb hem een rotschop gegeven. Zie, ze is erin gaan staan, hè? Ze is erin gaan staan. En ik zeg het luid en duidelijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Je kan zelfs in bed liggen en op de dood zitten wachten en God richt je op. Van Paulus staat geschreven. Schat, zoek het voor me op Filippenzen 2, vers 25 en 27. Beamer het even voor mij. Filippenzen 2, vers 25 en 27. Mensen kunnen heel beroerd zitten hoor, maar God is bij machte in de meest moeilijke situatie je nog te helpen. Ook de mensen die kijken vanavond. De afgelopen week heb ik gefocust op genezingen, omdat ik voel dat God dat wil. Ik wil niet alleen mooie preken brengen terwijl mijn broers en zussen ziek zijn. Ja, de voorganger in Barneveld vertelde mij, zegt, er zijn meerdere mensen bij mijn ziekheid gaan dat je komt. We gaan geloven in wonderen en genezing. Ik zeg, daar kom ik voor, Peter. Hij is hier over 2 weken, je zal van hem genieten. En een mooie preek is goed, maar het evangelie is proclamatie en demonstratie. Alleen maar mooie preken, dat doet het niet. Dank God voor mooie preken. Het bewijs dat God je gezonden heeft, zijn wonderen en tekenen. Als je het niet leuk vindt, zeg maar au. Het bewijs dat God jou gezonden heeft, zijn wonderen en tekenen. En ik was blij dat ik de mensen in Barneveld vooraf kon zeggen, er gaan wonderen hier gebeuren vanavond, omdat ik weet wie met me gesproken heeft. Er gaan wonderen hier gebeuren vanavond en ik wil dat je de Heer de eer en de glorie geeft. Ik vermoedde het niet, ik weet het. En hetzelfde geldt hier ook. En mensen die naar me kijken, God, hij heeft me gezegd, je gaat meer wonderen zien als ooit tevoren. Maar ik heb je geloof ervoor nodig. Want zonder geloof werkt het niet. Hier, Filippenzen 2. Maar ik acht het noodzakelijk, Epafroditus, tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die uw afgevaardigde was, om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. Geef me het volgende vers. Dit is een werker van God. Hè? Immers, hij was vol verlangen naar u allen en ook in zorg, omdat gij gehoord had dat hij ziek was. Dus hier zie je dat ook in die dagen christenen ziek konden worden. Maar ze accepteerden het niet. De Bijbel is een eerlijk boek. Dit is een man die met Paulus samenwerkt. En hoe het is het? Hij was ziek. Kan ik amen horen? Hij was ziek. Maar dat is geen reden om het te accepteren. Misschien mensen die naar me zitten te kijken, je weet ook niet altijd waarom je ziek bent, maar je hoeft niet ziek te blijven. Ik heb ook niet altijd een antwoord op. Ik heb mensen gezien die gezond rondlopen terwijl ze zulke gekke dingen doen. En ik zie mensen die heel wat goede dingen doen die soms ziek zijn. Ik snap het niet, maar ik weet wel dat God wil dat we gezond zijn. En ik ben blij voor de mensen die gekke dingen doen en gezond zijn ook nog. Want God wil dat we gezond zijn. Maar dat gelovigen ziek zijn, daar is God niet blij mee. Hier, en Paulus zegt, omdat je gehoord hebt dat hij ziek was. Oké, geef me het volgende vers. Hij is ook ziek geweest, de dood nabij. Hallo, dit was de medewerker van Paulus. Hij is ziek geweest, de dood nabij. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij. Opdat ik niet droefheid zou hebben. Dus God heeft hem genezen. Kunnen we de Heer danken hiervoor, mensen. Het is al heel wat jaren gebeurd, maar ik wil God nog. Kunnen we God danken ervoor? Wauw. Nou, hier zie je dus, hij is ziek. Paulus zal ook niet geweten hebben waarom deze man zo ziek was. Want hij zegt, de dood nabij. Hij zegt, maar God heeft zich over hem ontfermd. Hoeveel geloven dat God zich nog steeds wil ontfermen? Ja, natuurlijk. En dit is ons breekpunt. Dit is ons breekpunt. Als we het nu missen, raken we het kwijt. Nu moet je gaan staan in geloof. Nu moet je geloven als je kanker hebt dat je geneest. Nu moet je gaan geloven dat als je hartproblemen hebt dat je geneest. Nu moet je gaan geloven dat als je blind bent je geneest. Dit is de dag van wonderen en tekenen. Als het nu niet is, wanneer dan? Amen. Wanneer dan?
En God heeft mij helder gezegd, je moet erin gaan staan. Daarom heeft hij mij dat visioen gegeven, geef mij de striemen. Mensen hoeven het niet te geloven, maar als ik het niet geloof en ik sta voor de troon van God, heeft hij het recht om tegen mij te zeggen, ik heb je een visioen gegeven, geef me de striemen. Ik heb ettelijke malen tegen jou gesproken dat ik mensen gezond wil maken. Waarom heb je het niet geloofd? Wel, die vraag gaat er mij niet kunnen stellen, want ik sta erin. Ik geloof in wonderen en tekenen voor mensen. Dank God. En begrijp ik alle dingen? Nee. Hebben we pijnlijke ervaringen achter de rug? Ja. Maar ik geloof, dit zijn de dag voor goede ervaringen. Om te zeggen, Heer, waarom dat gebeurd is, weet ik niet. Waarom zus gebeurd is, weet ik niet. Maar dit weet ik. Dit zijn de dagen om mensen te helpen die met problemen en moeilijkheden zitten. En laat ons naar Marcus 16 gaan. Wat ik noemde zo net. Marcus 16, vers 18. Ja. Ik wil niet altijd dezelfde namen noemen voor mensen die ziek zijn. Ze moeten gezond worden. En laten anderen komen die ziek zijn. We moeten gewoon de waarheid onder ogen zien. Er moet iets doorbreken. Ja. In het hele christendom. Waar zijn de grote wonderen in Nederland? Noem het mij. Noem het mij. Dat zeg ik niet veroordelen. Maar waar in Nederland zijn er nog grote wonderen en tekenen? We preken allemaal. Maar de wonderen en tekenen ontbreken. Pijnlijk, hè? En veroordeel niet, want jij bent ook verantwoordelijk. Want er zijn sommige mensen die zitten aan de kant en ja, laat het me zien. Ja, zegt de Heer, begin jij. Dus ik veroordeel niet, maar ik stel een logische vraag. Waar op dit moment in Nederland is er een bron van grote wonderen en tekenen? Ik zou het niet weten. Maar we preken allemaal wel over een groot God. Vervelend, hè? Ik ga niet mooi weer spelen vanavond. Ik zeg de dingen zoals ze zijn. Maar ik geloof dat door jouw geloof en mijn geloof dingen kunnen veranderen. Amen. Ik zeg niet dat God niks doet, dat zeg ik niet. Ik bedoel, we hebben wonderen gezien in Barneveld. We zien wonderen in ons midden. Maar het moet een waterval zijn. Amen. Jezus had een waterval aan wonderen. Amen. Hallo? Jezus had een waterval. Aan het einde van zijn leven staat er, boeken zijn er niet genoeg en inkt is er niet genoeg om te schrijven wat hij gedaan heeft. Dus let op, ik zeg niet dat God niks doet. God doet dingen. Er zijn mensen die genezen. Helene zit daar als een bewijs. Vraag Peter, Paul en Barneveld. In ons midden zijn er meerdere die zeggen, ja, ik ben genezen. Maar God wil nog veel meer doen. Het moet zo zijn dat het de aandacht van de nos trekt. Nou ben ik aan het preken. Al het andere was gewoon voorbereiding. Ja, God wil dat de nos erop afkomt. Dat al de talkshows, heten ze Jinek of Linek, weet ik veel. Al dat soort mensen, dat ze zeggen, kom me vertellen wat er gebeurd is. In de dagen van Jezus gebeurde het. Dat mensen wilden weten wat er gebeurd is. Was je echt blind? Die blinde man, iedereen kwam op hem, was je echt blind? Terwijl ze hem al jaren blind hebben gezien. In één keer gingen ze twijfelen. Als God wonderen doet, gaan mensen nog twijfelen ook. Daarom moet er veel wonderen gebeuren, dat ook de twijfelaar denkt, I give up. God doet wonderen. Amen. Dit is niet om te veroordelen. Dit is dat we stappen in onze erfenis. En met z'n allen moet je dit doen. En we hebben allemaal pijn geleden. Absoluut. Ik heb pijn van mensen die uit ons midden zijn weggegaan. Ik heb er pijn van. En God weet dat het geen mooie woorden zijn. Ik heb er pijn van. Ik denk, waarom zijn we die kwijtgeraakt en die en die? Dat is niet Gods schuld. Ik geloof dat wij moeten opstaan. En op eigen geloofsbenen gaan staan. En weten dat ongeloof werkt en geloof werkt ook. En wij moeten de weg van geloof gaan. Als je ooit in wonderen geloofd hebt, is het vandaag. Als je ooit in doorbraak geloofd hebt, is het vandaag. God wil je genezen van een dodelijke ziekte, van kanker, van weet ik veel hoe die dingen heten. Het is volbracht, heeft Jezus uitgeroepen. En dat is nog steeds van kracht. Marcus 16, we gaan verder naar kijken. Hij zegt, slangen zullen ze opnemen en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen. En misschien genezen ze. En misschien, als je niet weet, als ze niet zijn genezen, hoef je niet te weten waarom. Nee, ze zullen genezen worden. Heldere boodschap.
Een heldere boodschap. Een notaris gaat op zijn boek af. Een politicus gaat af op de grondwet en al die dingen. Een bakker gaat op zijn boeken af. En ik mag afgaan op wat God zegt. Een notaris gaat altijd bij zijn boeken, hoor. Het staat daar, zo is het. Een boekhouder gaat bij zijn boeken. En wij moeten bij ons boek gaan, dat is de Bijbel. En bij God zijn alle dingen mogelijk. En zij zullen genezen worden. Geef me het volgende vers. Satan, je bent een vuile leugenaar. De glorie van God breekt door. De Heere Jezus dan werd nadat hij tot hen gesproken had opgenomen in de hemel. En heeft zich gezet aan de rechterhand God. Plaats van autoriteit. Plaats van hoogste autoriteit. Daar is hij gaan zitten. En geef me het volgende vers. Doch zij gingen heen. Wat deden ze? Aha! Doch zij gingen heen. Oftewel, ze kwamen in actie. Woehoe! Het was niet van, ja, maar stel dat het niet gebeurt. Ik weet het niet. Nee, zij gingen heen. En predikten overal. Zij deden wat zij moesten doen. Wat konden ze doen? Gaan en preken. De rest is wat God gaat doen als jij luistert. Wat staat er? Terwijl de Heere medewerkte en het woord bevestigde door tekenen en wonderen die erop volgden. Dus God reageert op jouw gaan en op jouw geloof. Woehoe! Er staat niet, de Heere deed wonderen en tekenen en ze gingen. Nee, nee, nee. Die wonderen en tekenen waren het gevolg van hun actie. Dat is een Hollandse amen. Ik hou van die Afrikaanse amen. Amen. Wat staat er toch? Er staat niet, en ze deden wonderen en tekenen en de Heer werkte mee. Nee, er staat, zij gingen en predikten overal. Terwijl, dus het is aan elkaar verbonden, terwijl de Heer medewerkt en het woord bevestigde door tekenen en wonderen die erop volgden. God reageert op jouw geloof. Wij hadden naar Barneveld kunnen gaan zondagavond en de mooiste preek brengen die er was, zonder dat iemand was genezen. Maar we zijn gegaan en we zeiden, er is demonstratie, hoort bij proclamatie. Dus God reageert op ons geloof. Je was erbij. Ik heb, Wim en Annette waren. Is het waar, Wim, of niet? Jullie waren daar zondagavond. En niet één. Ik bedoel, er kwam een hele rij mensen naar voren. En daarna bleven ze komen om te vertellen wat God voor ze gedaan had. Maar wat is de reden daarvoor? Omdat Peter en Ilona en Irma en ik en het team zijn uitgestapt. Want ze zongen geestelijke liederen van wonderen en tekenen. We zijn uitgestapt en de Heere deden wonderen. De Heere deden wonderen. Nou, wat wil ik je vertellen? Hij is niks veranderd. Amen. Wij mogen God vertrouwen. Er zijn mensen die naar me kijken, het is niet makkelijk in je leven. Het is heel moeilijk. En dat raakt mij, hoor. Want als je het moeilijk hebt, jongen, omdat je ziek bent, dat valt echt niet mee. Het valt niet mee. Ziek zijn valt niet mee. Pijn valt niet mee. Verdriet valt niet mee. En daar stappen we niet overheen als gevoelloze mensen. Het is moeilijk, ja. En soms kan het zo moeilijk zijn dat je bijna niet meer wil geloven. Dat je denkt, laat maar zakken die handel. Maar we zijn hier vanavond met elkaar om je toch te bemoedigen en voor je te bidden. En te geloven dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Epaphras, wat ik net gelezen heb, die was de dood nabij. De dood nabij. Nou, met andere woorden, zijn omgeving zag, is over met hem. Maar God was genadig. En hij heeft hem opgericht. Wie weet, vanavond is het jouw avond om opgericht te worden. Ja, want God is niet veranderd. Ik kan niet anders spreken, want dit is de opdracht die ik van de baas heb om te preken. Als ik vanavond zo'n mooie preek zou brengen en zeg maar, mensen, ik weet niet of God wil genezen. Rinkelde, dan klopt de hemel gelijk aan mijn deur. Wat doe je nou? Ik heb geen groen licht om mensen naar beneden te halen. Ik heb groen licht om mensen te helpen. God heeft mijn studie onderbroken om jou te helpen. God heeft mij geroepen. Het is een hele weg geweest tot aan deze dag. Toen heeft me
erg geholpen in die toestand. Samen met mijn vrouw heeft ons geholpen. Waarom? Om mensen te helpen. God heeft me niet geroepen om alleen een mooie preek te preken. Nee, hij heeft me gezegd, en je gaat me genezende kracht bij de mensen brengen. En we geven God alle eer en alle glorie. Weet je waar ik mee wakker werd vanmorgen? Het is glorie door God en glorie voor God. Dat is ook een openbaring. Het is allemaal glorie voor God, maar het kan alleen als glorie door God. Wat is glorie? De openbaring van God. Genezingen, bevrijdingen, wonderen. Het is voor de Heer, omdat hij van mensen houdt, maar het is ook door de Heer. Hij werkt te mede. Hij werkt te mede. Het is helemaal een glorie vooral. Efeze 3 zegt, hem zij de glorie in de gemeente. Dus al de mensen die zijn genezen in Barneveld, God zij de glorie. Wij zijn dankbaar dat hij ons ervoor heeft willen gebruiken, maar God zij de glorie. Helene Bevaart, God zij de glorie. Je kan kletsen wat je wil. Die vrouw is zonder pijn, na al die medicijnen, ze staat hier te dansen. Ik heb haar nog nooit zo zien dansen als vanavond. Haar man, die praat, kijk er staan springen daar. Zet die camera maar op haar. Ja, wauw, juist, ja. Haar man Jaap zit er altijd heel rustig naast haar. Vanavond preekt Jaap. Ik ken Jaap, altijd zit hij heel rustig naast zijn vrouw. Maar vanavond zit hij hier te preken dus. Hè? Omdat hij ziet dat er iets veranderd is. Jezus Christus is dezelfde vandaag, morgen en tot in hele eeuwigheid. En voor de Spanjaarden die kijken, Jesus Christus is el mismo ayer, hoy y por los siglos. En sommige Spanjaarden hebben dat nodig. Jesus Cristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Vertrouw hem ervoor. Ja, maar niemand kan me helpen. Hij is niet niemand, hij is iemand. Amen. Kunnen we God glorie geven, mensen? Wauw.